belangrijke internationale of nationale orders ook die je dan nodig hebt natuurlijk. De rechtsstaat staat zwaar onder druk, om het eens zacht uit te drukken. Ja. Maar bijvoorbeeld ook dat die 95% van de media in handen heeft. Ja, zo ernstig. Ja, dat is echt heel heftig. Dat zoveel journalisten ontslag nemen of worden ontslagen omdat ze kritisch zijn bij nieuwsorganisaties. Dat er gewoon echt wordt gezegd, dat nieuwsbericht moet je niet maken, want dat is te kritisch. Het is gewoon, ja, en heel veel mensen in Turkije, die kijken vooral naar televisie. Dus die kijken naar regeringsgezinde kanalen. En die krijgen maar een heel eenzijdig beeld. Kijk, ik ben jong, ik woon in het buitenland, dus ook er zijn heel veel onafhankelijke nieuwssites en zo waar ik mijn nieuws vandaan haal. Maar heel veel mensen die bereiken dat nieuws helemaal niet. Dus dat is ook de reden waarom ik soms het gevoel heb dat ik echt tegen een muur aan het praten ben. Of dat we het over twee verschillende dingen hebben. Want dan denk ik, maar er zit een heel andere kant aan het verhaal wat jij mij nu vertelt. En dat wimpelen ze gewoon af, zeggen ze nee. Maar ze zien toch wel dat Erdogan is opgeschoven, dat hij niet van een hele andere kant op is gegaan. Je kunt die vergelijking wel maken. Ook 2016 en na de coup en nog meer macht naar zich toegegrepen. Ja, absoluut. Alleen wat je dus ziet is dat, omdat hij al zo lang aan de macht is, heeft hij ook, mensen blijven vasthouden aan een oud verhaal. Maar het is natuurlijk ook iemand die heel langzaam steeds meer allemaal dingen heeft gedropt en mensen zodanig aan zich heeft verbonden en ook echt aanspraak maakt op hun identiteit. Zo van, dit is wat de Turkse identiteit is. Wij worden bedreigd, wij worden aangevallen. Maar dat is een vorm van sterke manipulatie bijna. Ja, dat is het ook. En mensen geloven daar helaas ook in. En als mensen dat jarenlang, dag in dag uit, hebben gehoord, en ik kom dan vervolgens zeggen van, je moet dat niet geloven, want hij probeert je alleen maar bang te maken, dan ben ik de boeman. En niet Erdogan natuurlijk, want dat is wat zij dag en nacht horen. Ja, hoe kan ik daar tegenop boksen? Nee, dat is bijna niet te doen. Inderdaad, er staat er een te grote muur tussen. Maar aan de andere kant, ja, er zijn bepaalde uitspraken van hem die natuurlijk blijven hangen en die iedereen ook kent en tot zich genomen heeft. Heel lang geleden riep hij al, democratie is een trein waar je op elk gewenst moment van af kunt springen. Ja. Ja, als je dat zegt, dat werd deze week ook een paar keer herhaald door een paar deskundigen, dan weet je genoeg, zou ik denken. Ja, dat klopt. En dat denk ik nu achteraf ook. Denk je soms van, god, wat ben ik naïef geweest. Dat zit ook in mijn film, dat ik dat zeg, van hoe jong en naïef. Ja. En dat is ook hoe ik me voel. Dat ik denk van, het is toch een soort bepaalde naïviteit. En het is een hele charismatische man. Zeker als ik toen ik die oude beelden weer ging terugkijken. Mensen veel ouder dan jij, dubbele leeftijd, die zijn net zo naïef geweest. En toen hebben ze altijd het leven die jij nu hebt. Ja, dat is absoluut waar. Ja. En dan zie ik weer die wervelende man, die allemaal grapjes maakt en al die Europese leiders die eromheen staan en waar die dan lekker handen mee schudt. En dan denk je van, hij weet gewoon heel goed het spel te spelen. Dat weet hij gewoon ontzettend goed. Nou, dat is wel het punt van alle kandidaten, die inderdaad ver uit de meest charismatische. En dat kan hij ook gaan uitspelen. Kijk, speelt dat echt een grote rol dat hij ook in het buitenland gewoon, dat hij de touwtjes bijna in handen heeft. Of in ieder geval één van hen is en zich weet te gedragen ook daar. Ja, ik ook. Dat zit dan niet in de film, maar wat ik er ook de hele tijd terug hoorde, en ik wilde dat erin doen, maar dat is uiteindelijk niet meer gelukt. Want ik moet keuzes maken natuurlijk bij het maken van een film. Dat heel veel mensen zeiden, hij is een sterke leider. Hij is een sterke leider. En ik vind hem geen sterke leider, want voor mij sterk leiderschap is inclusief leiderschap. En ik vind dat hij dat niet uitstraalt. Maar wat mensen daarmee bedoelen is, het is gewoon een man die met zijn vingers waait en die het Westen de les durft te lezen. En dan durft hij Israël de les te lezen. Ja. En dat is wat mensen aanspreekt. Dat is wat ze in hem zien. En ze zien het beeld ook van een man die serieus wordt genomen, die de codes begrijpt van de ander. En ook de ander kan overheersen zelfs en ook zijn gelijk naar zich toe kan halen. Zeker. En ook bijvoorbeeld met de deal tussen Oekraïne, de Graandeal. Dat zijn mensen heel trots op. Zo van, dat heeft hij neergezet. En hij heeft een elektrische auto gemaakt. En hij heeft allerlei andere projecten gemaakt. Hij heeft Turkije eindelijk weer op de kaart gezet. Daarvoor nam niemand ons serieus. Daar zijn mensen extreem gevoelig voor. En dat het dan geen echte democratie is, dat nemen ze dan op de koop toe. Ja, want kijk, voor mensen is democratie, zeggen ze, maar hij is toch gewoon gekozen? En wat zij onder democratie verstaan is, mag ik het noemen, de dictatuur van de meerderheid. Maar dat is het natuurlijk niet. En democratie betekent ook het recht respecteren van minderheden. Ook mensen die niet op jou lijken, beschermen. De vrijheid van meningsuiting omhoog houden. Zo van, ik ben nu wel de leider van het land, maar mensen die tegen mij zijn, die bescherm ik ook. Ook al zijn zij niet met me eens. Dat is democratie. En dat probeer ik ook uit te leggen aan mensen die zeggen, mij is toch democratisch gekozen? Zeg ik, maar dat is geen democratie. Alleen dat is geen democratie. Nou, we gaan het zien als je de verkiezingen verliest. Want dan kun je tegen de mensen zeggen, kijk eens even of je gewoon de macht ook serieus overdraagt of niet. Ja. En wat jij hoort en ook achter schermen is dat er heel veel geluiden volgens mij toch zijn, zij hebben het ook door in jouw documentaire,
dat die dat niet eerlijk gaat doen. Ja, ja, daar zijn mensen echt bang voor. Ook de journalist die ik had gesproken, die zei dat nog tegen me achteraf. Van, ja, wij zijn gewoon heel bang dat hij dat hij zijn macht niet zomaar gaat opgeven. En je ziet het ook in de verkiezingsretoriek die hij op dit moment uitslaat. Volgens mij was het de minister van Binnenlandse Zaken die zei van, als wij winnen is het democratie, als de tegenpartij wint is het een soort stille koep van westerse mogendheden die de oppositie steunen. Ja, als je dat soort gedachten gaat voeden bij mensen, ja, dan kun je mensen ook makkelijk mobiliseren op het moment dat je verliest. Want dan zeg je, we hebben helemaal niet verloren. Dat is, het is ons land binnengedrongen, zeg maar.